Ik denk dat de, uh, de leefbaarheid in Den Haag ernstig onder druk staat. We hebben de armste wijk van Nederland. We hebben de ongezondste wijk van Nederland. We hebben een wooncrisis uh, die uh, enorm piekt. Men verwacht een uh, woningtekort van 7% over twee jaar. Dat betekent dat we 20.000 huizen in Den Haag tekort komen. We hebben inderdaad te maken met arbeidsmigranten. Daar valt heel moeilijk op te sturen. We moeten verplicht ontheemden uit. Oekraïne op te nemen. Wat op zich nog begrijpelijk is ook. Die mensen zitten in een vreselijke oorlog. Ik zat vanmorgen een verhaal te lezen over een buitenstad van Kiev. Daar krijg je kippenvel van als je dat zit te lezen. Geldt een asielstop ook voor Oekraïners, Arjen? Ja. Asielzoekers worden consequent door elkaar gehaald... met de term vluchtelingen. Dat, daar had ik het op Twitter over, daar reageerde hij weer op. Dat doen ze bewust om ons op uh, emotie te, te, te spelen. Ik heb het hier over dat Den Haag dat gewoon niet aan kan. Als we vorig jaar 35.000 mensen in Nederland asielzoekers zijn aangekomen... dit jaar 55.000, de verwachting is volgend jaar 75.000. Je hebt het over zulke aantallen. Den Haag kan dat gewoon niet aan. We zitten nu aan 600 asielzoekers in deze stad. Dan hebben we al mensen hier in de binnenstad in hotels zitten. Dus waar wil je die andere duizend laten? Ik, ik, ik zie het gewoon niet. Het kan niet los van het feit dat we al die problemen die we al in deze stad maar... hebben we hebben het niet meer onder controle